En na een zware bevalling zijn de ouders normaal gezien extra trots op hun baby. Maar niet zo bij de co-ouders van het Vlaams regeerakkoord. Daarvan zegt een van de ouders, we hebben er vooral voor gezorgd dat de baby niet nog lelijker werd. En ging hij verder de klauwen van de Vlaamse leeuw kleuren rood, niet geel. Er was ons een raketijsje beloofd, geel, rood, oranje. Ik zie vooral een citroensorbetje, knalgeel en ijskoud. Ik hoor hier vooral veel campagnepraat van de beide extremen en dan nog exact tegenovergesteld. We zijn te rood of we zijn te geel. Het zal wel zijn dat we in het midden op de goede plaats zitten. Het enige, veel schreeuwen, persoonlijke verwijten. Meneer Janssens, ik ben u dankbaar dat u heeft aangetoond waarom wij niet samenwerken. En ik kom dan bij de vrienden van de PvdA. Als het allemaal kommer en kwal is, als het allemaal zo slecht is, hoe laat je jezelf op om nog maar je eerste been uit je bed te zetten? Hey, ik leef mee met u. How dare you? Ik zal het in het Nederlands zeggen, of anders heb ik straks nog een boete aan mijn broek. Hoe durven jullie dat te doen? Wie werkt moet beter beloond worden. Het verschil tussen werken en niet werken moet minstens 500 euro per maand zijn. Heldere verkiezingsbeloftes, heel duidelijk, die jullie nu zonder enige scrupule aan de kant schuiven. En zeg me ook niet dat je het federaal gaat doen. Zeg me dat niet. Niet hier, niet in het Vlaams parlement. Collega's van de VLD, ik wil terughoudend zijn in mijn reactie, omdat het uit waardering voor de collega's waarmee dat we de laatste jaren hebben samengewerkt. Maar de manier waarop dat jullie kunnen op heel korte tijd een volledig andere positie innemen, maar niet alleen dat, ook beweren dat je een heel andere houding had aangenomen de tijd dat je zelf op de bestuursbanken zat, op de regeringsbanken zat. Met alle respect, maar daar heb je een bijzonder groot talent voor je reinste hypocrisie voor nodig. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, meneer Ongenaar. Onvoorstelbaar. En waar is de tabel? Waar is de tabel van het Waalse regeerakkoord? Collega's, ga vliegen voor groene. Warm zal deze regering, zal het zeker worden met deze regering. Heet zelfs. Want die regering, dit regeerakkoord, verspilt 5 cruciale jaren. Business as usual van een regering vol klimaatsaboteurs. Collega Janssens. Wat de lijn betreft, dat de haltes die de vorige regering geschrapt heeft, en waarover denk ik bij heel wat reizigers terecht veel ophef was, ja, die haltes die blijven geschrapt. Heel veel mensen liggen effectief wakker van in een bus. We gaan ervoor zorgen dat lokale besturen terug kunnen zien welke haltes wel moeten worden ingevuld. Het is overduidelijk dat 50 miljoen in 26, 50 miljoen in 27, 100 miljoen enzovoort, dat niet gaat oplossen. En dus het is heel duidelijk dat er een richting is gekozen voor het vraaggestuurd openbaar vervoer, waar dan niet alleen hier en daar een halte is geschrapt, maar hele buslijnen en wijken zonder openbaar vervoer zijn gezet. En dat zal niet terugkomen. Ik had gisteren een debat met een zeer erudiet socialist, jullie kennen ja, mijn ex-burgemeester van Antwerpen, echt wel heel die veel. Zei... Collega Van Rompuy voor de CD&V-fractie. Collega's, de Vlamingen verwachten van ons nu geen ronkende verklaringen, maar concrete actie. Of om het in wielertermen te zeggen, een echte Flandriaan antwoordt niet met straffe verklaringen voor de camera's, maar hij antwoordt met de pedalen. Niet reageren, maar regeren. APPLAUS.